Nu heb ik zelf een soort van mini-college van wat doe je nou met onderzoek en waarom doe je dat? Ik ben dus eigenlijk epidemioloog met niet heel veel ervaring in dit heel relevante en interessante domein. Ik heb ooit wel mee mogen doen aan het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van PMTS en FFMST. Ja, dat was een heel leerzaam traject voor mij ook, om in dit veld te komen. En pas jaren later ben ik Peter tegengekomen en opnieuw geïntrigeerd geraakt. Hebben we nou al dat onderzoek nodig? Er is al heel veel warm pleidooi geweest, denk ik, dat absoluut nodig is. Dat er veel meer onderbouwing moet komen van datgene wat je doet. Dat er heel veel wordt gedaan in het veld. Waarvan niet altijd duidelijk is dat dat bijdraagt aan een beter en een gelukkiger kind en een gelukkiger gezin. Het pleidooi is volledig terecht natuurlijk. En de vraag is, wanneer stop je daarmee? Wanneer kom je tot het inzicht van dat moet anders? En wanneer ben je in de positie? En heb je als het ware de creativiteit om jezelf af te vragen, het moet anders, ik ga het over een ander boek gooien. Maar dan ga je dus eigenlijk onderzoek doen. Dan heb je een hypothese. Hoe ga je dat dan doen? Dus ik denk dat in dit veld, evenals in de somatische geneeskunde, is altijd onderzoek nodig. Dat is nog lang niet klaar. Daar liggen carrières in het verschiet. En sommige van jullie zitten daarin, maar niet iedereen. Maar iedereen kan wel onderdeel zijn van een soort plan om dat te verbeteren en het signaleren. En komen luisteren naar dingen zoals vandaag. Het doel is natuurlijk uiteindelijk dat kinderen een lang en gelukkig leven van kwaliteit, wat iedereen onderkent, zullen leiden. Dat probeer je als ouder en als hulpverlener door te geven. En ondertussen mag dat niet al te veel kosten. Want dat staat onder druk. Daar zijn we allemaal ons van bewust. Dus de wens en het idee is er allemaal wel. Maar het is ingewikkeld. Waar zit het geld? Wie betaalt ervoor? Op grond waarvan? Je kunt zeggen, ik doe eens een plannetje. Ik doe een experimentje. Hoe draag je dat uit? Dit is een experiment wat we allemaal kennen van de basisschool. Doe wat zaadjes in een potje. In het ene potje geef je water. En dan weet je, die ene gaat groeien en die andere niet. Maar zo simpel is het vaak niet. We hebben al gehoord dat het vaak hele complexe vraagstukken zijn met hele heterogene groepen. Dus dat wordt ingewikkelder om daar grip op te krijgen. En het is dat het anders zou gaan dan hier. Je hebt te maken met allerlei mensen die betrokken zijn. Je hebt professionals, je hebt de beleidsmaker, degene die aan het geld zit. Je hebt te maken met gemeentes inmiddels. En soms met allerlei andere normatieve vraagstukken. En natuurlijk niet in de laatste plaats de patiënt en het gezin. De klant en het gezin. En die hebben allemaal hun eigen belangen en ideeën. En dat is ingewikkeld om dat in een onderzoekscontext te gooien. Wiens perspectief hanteer ik? Nou, dit is om even dat te illustreren. Dat kan alle twee. Dit is geen van tweeën goed natuurlijk. Maar het ziet er voor alle twee hoopvol uit. Gezondheid is, of een vorm daarvan, hoe je dat dan ook precies wil, is uiteindelijk een belangrijk doel om na te streven. Of kwaliteit van leven. En dat is afhankelijk van alles. En die variabiliteit. Nou, dat kent u allemaal als professional. Maar het is ook zo dat het meedraaien in de maatschappij, als een gezond, in allerlei opzichten, individu, bijdraagt aan wat we met z'n allen bereikt hebben. En het heeft heel veel waarde, die gezondheid. En ik denk dat dat een belangrijk iets is om ook vast te houden en mee te nemen en tot uiting te brengen in het onderzoek. Dat naast het nastreven van een goede uitkomst in termen van gezondheid, dat het ook zo is dat als dat bereikt is, dat het een belangrijke bijdrage aan de maatschappij is en een maatschappelijke waarde heeft. Niet alleen voor het individu, maar voor iedereen. Dat kunnen we meenemen in ons onderzoek. Dat is een soort pleidooi van mij. Hoe komen we nou aan goed onderzoek? Heel lang is natuurlijk medisch, wetenschappelijk onderzoek, zover je daarvan kunt spreken, is een soort van, ja, dat was druiden en dat soort mensen. En dat was wel overdraging over. Dus er was allerlei trial and error, observaties van welke kruidjes werken bij wie. En dat is heel lang zo geweest. Iedereen probeerde eens wat. En soms ging dat goed en dat werd dan opgeslagen en overgedragen naar de volgende generatie. Zo is eigenlijk heel lang de geneeskunde geweest. Er was een zekere traditie daarin en sommige sjamaans die waren daar, die droegen dat over van de een op de ander. Dus een andere vorm van apprenticeship. Het is al heel lang geprobeerd, de geneeskunde en het proberen wat goeds te doen voor de medemens is al heel oud. Dit is wat je zo kunt vinden op het internet. Dan zie je dat er al heel lang geleden iemand met kiespijn is gepoogd te behandelen met een handboordje.
dat zal vast geen prettige behandeling zijn geweest, maar misschien was deze persoon achteraf wel blij. Een trepanatie heeft ook al heel lang plaatsgevonden, geleden. Deze persoon heeft het overleefd, want die schedelnade, althans dat gat, dat is genezen. Dus er is iets goeds gebeurd hier. Het is, we doen al heel lang aan dit soort dingen, trial and error vooral. Dan komt Hippocrates met een soort idee. Het is niet van bovennatuurlijke krachten die ons ziek maken, maar het is iets wat uit de omgeving maakt ons ziek. De inzichten van die tijd waren natuurlijk anders dan vandaag de dag. Dus we gingen zo langzamerhand van heel lang trial and error en observatie en sjamaans, gingen we naar de soort van ideeën van de verlichting en de wetenschap. Als benadering voor ook geneeskunde. De wetten van oorzaak en gevolg werden gehanteerd. En we kwamen tot het inzicht dat er moest worden gedacht langs de lijn van hypothese, testen, en waar we het eigenlijk vandaag heel de dag over gehad, en dan vervolgens verbeteren. Dat is, dit soort inzichten komen eigenlijk uit het eind van de 19e eeuw, voor de natuurwetenschappen. En de geneeskunde heeft er heel langzaam achteraan gehobbeld. Denken in termen van oorzaak en gevolg. En heel vaak had men natuurlijk dat bij het verkeerde eind. En ging dat mis. En waren allerlei diermodellen niet helemaal geschikt om op mensen toe te passen. Kan ik ook heel lang over vertellen. Een paar belangrijke voorbeelden die zeg maar uit de medische geschiedenis komen. Ik naast Semmelweis, wie kent het verhaal van Semmelweis? Het was een obstetricus. Die woonde destijds in Wenen. En er was in Wenen was er twee plekken waar je als vrouw terechtkomt als je moest bevallen. Dat was bij de dokters, de gynaecologen en bij de verloskundigen. De verloskundigen hadden een sterfte van onder de 10%, ruim 2% ongeveer, ten gevolge van kraamvrouwenkoorts, wat toen nog vaak voorkwam. En de gynaecologen ruim 10%. Dus de vrouwen die wisten wel op welke dag, want en dat was ook nog zo dat de ene dag werd je opgenomen in de kraamvrouwenkliniek van de verloskundige, en de andere dag werd je opgenomen in het ziekenhuis en behandeld door en verlost door de gynaecologen. Dus die vrouwen die wisten hoe het ervoor stond in die stad. Ik moet niet bij de gynaecoloog zijn, want dan is de kans dat het misgaat aanzienlijk. Veel groter dan bij Semmelweis. Die dacht, hoe kan dat nou? Ik doe precies hetzelfde. Ik heb hetzelfde instrumentarium. Hij ging dus nadenken. Hij kwam met een plannetje. Want hoe kwam hij nou tot dat inzicht? Het idee was, hij had een vriend, het was een chirurg, die had zich tijdens een obductie in de vinger gesneden. En die ging onder dezelfde omstandigheden dood als die vrouw in het kraambed. Dezelfde koorts, dezelfde uiterlijke symptomen. Dus hij dacht, er is iets bij die obductie gebeurd. Toen ging hij nadenken over hip. Wij doen altijd 's ochtends vroeg onze obducties en gaan vervolgens de kraamkamerzalen op. En met die handen gaan wij een verlossing doen. Een bevalling. En toen had hij bedacht, dat ga ik dus anders doen. Ik ga die mannen verplichten hun handen te wassen. En dat werkte. Binnen een paar weken was de sterfte onder de kraamvrouwen even groot als bij de verloskundigen. De dokters van die tijd, zijn collega's, die verketterden hem. Ja, dat een onzin, handen wassen, dat was in die tijd echt, dat was een soort, ja, hij viel zijn eigen collega's af. Dus hij werd de laan uitgestuurd, de sterfte onder de vrouwen ging weer omhoog en dat heeft nog 50 jaar geduurd. Zo moet het natuurlijk niet. En dat zijn vele vrouwen geweest. Nou, zo zit er nog een lijstje met interessante mensen waar je over kunt lezen. Een andere belangrijke is John Snow, daar kom ik straks nog even terug. Maar het idee dat je door observatie, nadenken, met een plan komen, het uitvoeren, testen, toen werd er natuurlijk niet over gepubliceerd. Dit is pas veel later opgeschreven. Maar daar kunnen we wel wat van leren. Wat we in ieder geval weten is dat in wetenschappelijk onderzoek heb je te maken met hoe kom ik nou tot een valide conclusie? Want het feit dat je één keer iets goed hebt waargenomen of twee keer, wie zegt nou dat echt zo is? Wat voor onderzoek, wat moet ik dan doen om dat te bestendigen, dat inzicht en het hard te maken? Want je hebt te maken met een soort wie krijgt welke behandeling? Dat is ingewikkeld. Dus je hebt te maken met een zekere vorm van, als je gaat kijken naar mensen, dan heb je daar een veronderstelling bij. Hier was ook een veronderstelling ten aanzien van hoe goed zijn deze kandidaten. En deze pers die gaf aan dat er enorm werd opgeheven over een smetje op de blazoen van deze beste man. Terwijl het smetje, de vele smetten op haar blazoen kennelijk over het hoofd werden gezien. Dan moet je wel weten dat dit medium, dat is heel sterk de rechterkant van het spectrum in Amerika.
Dus het feit dat ze het zo afbeelden, dat ze bias als het ware zo afbeelden, zit hier al dubbel in. Dus dit soort vooringenomenheid ten aanzien van de uitkomsten moeten we zien te vermijden. Dan hebben we ook nog te maken met het idee van confounding. Dit is gebeurd, dit gebeurt vandaag de dag. We hebben mooie prachtige groene bomen. Daardoor komen er ook allemaal ijsjes op de straat, toch? Nou, dat zou je kunnen bedenken. Maar het is natuurlijk iets anders. Er is iets anders aan de hand, waardoor het seizoen verandert, de bomen worden groen en we hebben ineens weer hoge temperatuur en we willen allemaal een ijsje. Als we dat niet van bewust zijn, nou dit soort aspecten, om dat in te brengen in het veld van het onderzoek, dus het idee dat je valide observaties kunt doen, die niet vertekend zijn, en dat je de juiste patiënten selecteert en kunt vergelijken ten aanzien van hun uitkomsten, dat wordt heel ingewikkeld in het type veld waar u zit. Daar zitten grote uitdagingen. Daar kan ik ook dagen aan wijden, maar dat ga ik niet doen. We moeten dus iets verzinnen op het gebied van, we kunnen die bias voorkomen door blinderen ten aanzien van de uitkomst. We kunnen de confounding voorkomen door erdoor het lot te laten bepalen wie nou welke behandeling krijgt. Dus een trial als model voor het doen van onderzoek is interessant, maar heel ingewikkeld. Dat realiseer ik me zeker in het veld waar u zit. Dus dat moet misschien wat anders. Dit is het typische trial design. Iemand komt in aanmerking voor een behandeling, dan ga je randomiseren. Dan is hiermee, als het ware, de prognose van die mensen gelijk geworden. Maar dat lukt lang niet altijd in andersoortig onderzoek, in observationele situaties. Nou, nog een mooi landmark. Deze meneer die was een Britse marinedokter. Die kwam er toch. Het was maar zo. Dat was ook een plannetje, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Iedereen, of de bemanning van boten destijds die ver weg gingen, die decimeerde door scheurbijk tijdens die reis. En wat hem was opgevallen, ook weer goed opletten, was dat op het moment dat die mensen een haven binnenliepen en weer vers voedsel kregen, dan knapten heel veel van die mensen die op dat moment ziek waren en eigenlijk aan het doodgaan waren, knapten op. En hij dacht, dat ga ik eens proberen. Oh, hij deed een experiment. Dus hij gaf die mensen dat gezonde dieet met wat sinaasappels en limoenen en andere groenten. En dat was het eerste experiment dat is opgetekend. Sindsdien heet dat ook ascorbic acid. Ascorbinezuur is dus anti-scheurbuikzuur. Dat is het vitamine C. Nou, dat is ook interessant. Austin Bradford Hill, dan springen we ineens jaren vooruit en dan zijn we eigenlijk wel bijna in de moderne tijd. Was de eerste die een echte gerandomiseerd experiment deed. En hij toonde aan dat streptomycine hielp bij tuberculose. Daarmee is eigenlijk wel een soort landmark gezet. Van hoe kom ik tot inzichten van validiteit en vergelijkbaarheid van prognose en tot een conclusie die valide is over de werkzaamheid van een bepaald interventie. Met dat soort modellen in het achterhoofd moeten we eigenlijk vooruitkijken naar de uitdagingen binnen dit onderzoeksdomein. Hoe doen we dat? Nou, je kunt het in allerlei domeinen toepassen. Het probleem is dat dat niet altijd werkt. Dit is een opmerking van Albert Einstein. En dan zie je dat als je iedere interventie, of nou, in dit geval iedere student, vraagt een bepaalde taak te volbrengen, dan lukt dat niet alle studenten, waarmee niet gezegd is dat ze geen waarde hebben voor de maatschappij. Het is makkelijk te voorspellen wie de opdracht van deze docent zal gaan vervullen en welke anderen niet. Maar dat geldt eigenlijk ook zo voor ons evidence-based medicine. Als je alles ophangt aan randomized clinical trials, dan komen we in dit veld niet verder. We zullen dus, want er was iets van een pleidooi voor grote observationele datasets en daarbinnen gaan kijken, naar dat soort methoden zullen we moeten gaan, naar meer actieonderzoek en et cetera. Dat hebben we echt nodig om verder te komen. Niet voor dit soort experimenten, die gaan we niet doen, want soms is het wel heel duidelijk wat je moet doen. Dit was overigens opgetekend in een december kerstnummer van het British Medical Journal, waar het heel aardig is dat het pleidooi uiteindelijk was dat iedereen die maar blijft hameren op het nut en noodzaak van een randomized clinical trial, maar deel moet nemen aan een dergelijk experiment, dan zou het wel snel afgelopen zijn. Deze meneer, dit is echt een schoolvoorbeeld van ook weer van een held die het ook wel gemaakt heeft. Semmelweis niet, zelfde tijd, binnen een paar jaar daarna, deze meneer wel. John Snow was een dokter met een soort public health perspectief op de samenleving. Die keek naar de cholera sterfte tijdens de laatste epidemie, een van de laatste epidemieën daarvan in Engeland, in Londen.
En wat hij zag, dat was rond een bepaalde watervoorziening stierven veel meer mensen dan in wijken daaromheen. Goed nadenken, wat is dat? Het moet iets te maken hebben met die watervoorziening, want ze stierven als vliegen bij mensen, gezinnen die water haalden van één bepaalde pomp en daaromheen was dat veel minder. Hij heeft hemel en aarde moeten bewegen en de kerk daarbij moeten betrekken om die pomp afgesloten te krijgen. Dat is een lange strijd geweest tegen de waterbeleidingsbedrijven van die tijd. Maar wat was nou aan de hand? Die waterleidingsbedrijven daaromheen, die trokken water vanuit de rivier Theems, zelfde water zou je zeggen, maar voor de stad. Terwijl dit bedrijf trok water voorbij de stad. Dus men zat eigenlijk rioolwater te drinken. En dat is natuurlijk precies wat in vluchtelingenkampen ook gebeurt. In ieder geval is dit een soort van attitude ten aanzien van innovatie en dingen die je kunt bereiken, die we moeten hebben. Daar kunnen we een voorbeeld aan hebben. Het is ook een schoolvoorbeeld van de epidemiologie. Die pomp staat er nog steeds, die kun je gaan bezoeken, die staat in Soho. Als de straat niet opgebroken is. Toen was die even weg. Maar hij komt vast wel weer terug, want het is echt een landmark. En dat is bestempeld als de doorbraak, zou je kunnen zeggen, van de 20e eeuw wel. Andere grote public health successen is lood in het milieu en in het bloed van kinderen. Lood is iets wat kloppen van motoren voorkomt. Dat heeft iemand van Esso uitgedokterd, patent opgekregen en heel lang voor elkaar weten te krijgen dat het niet uit de benzine ging. Veel geld mee verdiend. Het zit er nog steeds in Afrika, wij doen het niet meer. Er is geen randomized clinical trial geweest. Iedereen wist dat lood slecht was voor kinderen en voor iedereen overigens. En het is daarna, nadat dat loodhoudende benzine verboden is, enorm snel omlaag gegaan. Hetzelfde in Nederland, een mooi Nederlandse bevinding. Mooi, het is in ieder geval een heel belangrijke. Dit gaat over kinderen. Wie gedood? Professor de Jong, die ging dat optekenen. En hij kwam tot de conclusie dat veel van die kinderen werden op hun buik gevonden. Dus die dacht, dat heeft iets met de ligging van dat kind misschien wat te maken. En zijn advies was, zonder dat hij precies wist, hij had een plannetje. Ik geef nu het advies dat ze voortaan op hun rug moeten gaan liggen. Dat is wel gelukt. Dat is de kindersterfte aan wiegedood daarna. Spectaculair afgenomen. Het kan dus dat dit soort inzichten komen, dat je daar iets mee voor elkaar krijgt. Je moet het wel aantonen en bevestigen dat het echt zo is. Anders hoef je dat. Ik bedoel, dat is ook wel de opdracht die erachter zit. Overtuig. Het staat nu natuurlijk in alle richtlijnen. Wat ik maar wilde zeggen is dat er geen goed of slecht design is, maar wel goed en slecht onderzoek. Je moet het passend onderzoek design hebben bij de vraag die je hebt. Dat is een beetje mijn vakgebied, zou je kunnen zeggen. En dan kunnen mensen zoals ik helpen om de vragen die er zijn te vertalen naar valide designs. En dan kom je tot stappen verder. En dan kunnen we samen als het ware dat cirkeltje wat Peter heeft geïntroduceerd en wat steeds is aangehaald, de doorlopen en steeds op nieuwe inzichten te komen. Maar dat moet samen met de financiers, dat moet samen met de praktijk, dat moet samen met de academie als het ware. Daar moeten we elkaar zien te vinden. In de academische werkplaatsen, in de universitaire centra waar onderzoekers zitten en op de hogescholen waar ze ook zitten. Samen dit soort paden lopen en de juiste plannen maken. Trials zijn maar een deel van het instrumentarium. En dan, tenslotte, we zijn bijna aan het eind, ik ga u niet heel lang meer van de borrel afhouden, is daar ook nog dat aspect van wat mag het kosten? Want dat is wel belangrijk. We hebben beleidsmakers in de zaal, mensen van de gemeente, en die moeten als het ware gaan inkopen. Die moeten weten wat ze kopen en wat ze daarvan als het ware terugkrijgen bij de kinderen voor wie ze dat inkopen, voor hun populatie waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Daar ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor de aanbieder. Die moet openstaan voor de vraag, werkt dit? Maar ook van de gemeente. Als ik wat ga kopen, dan wil ik weten wat ik koop en wat ik daarvoor terugkrijg. In dat samenspel, in dat samenwerken, moet die vraag beantwoord kunnen worden. Wat betreft effectiviteit en ook, wat mag het kosten? Want dat mag wat kosten als het wat oplevert. Dat lijkt me evident. Heel lang is in de gezondheidszorg dit als het ware het perspectief geweest. Dat waren ziekenhuizen en daar stonden dit soort voertuigen op de oprijlaan. Om je te verplaatsen van A naar B. De sky was the limit. Het mocht alles kosten. Die discussie is eind van de jaren 90 is daar natuurlijk de trichter van Dunning geweest. Een hele belangrijke stap. Want je kunt het ook anders doen. Je kunt ook dit soort voertuigen om van A naar B te komen aanschaffen. En dan heb je nog wat over.
voor andere belangrijke dingen in de samenleving. Dit denken, dit combineren van wat levert het op, is het effectief met wat mag het kosten, is als het ware wat je nodig hebt. Daar moet je elkaar in vertrouwen en als het ware ook elkaar opzoeken en zien te vinden. Dat je die cirkel doorloopt en beide aspecten adresseert. En tegelijkertijd laat zien, als we nu investeren in een kind, in de jeugd, en het komt tot een jong volwassene die klaar is om de rest van het leven aan te kunnen, dan heb je enorm veel gewonnen. Voor dat kind, voor het gezin, voor de hele maatschappij. Want immers, gezondheid is ook een belangrijke input voor de maatschappij. Daar zit grote waarde in verborgen. Het is eigenlijk niet heel veel ingewikkelder dan nadenken over verbruik van benzine. Als ik een klein elektrisch autootje neem met een hulpmotortje, of ik neem zo'n soort voertuig, dan maakt dat enorm veel uit in wat je uitgeeft aan de zorg. Of in dit geval aan benzine. Is dat thrift and diligent? Ik kom er nu even niet op wat dat in het Nederlands is. Zuinigheid met vlijt, of is dat een soort van overdreven toestanden? Hier gaan we het over hebben in dat verband. Dit is dit is het effect. Dus is iets beter, dan kom je uit in een positief effect. Is iets duurder, dan kom je uit in hogere kosten. We weten het nu vaak helemaal niet. Geen idee als je twee behandelingen naast elkaar zit, waar dat ergens zit. Is het duurder, dat kun je soms nog wel redelijk schatten. Maar of het beter is, dat weten we niet. Dus dit soort vragen moeten we zien te beantwoorden ter onderbouwing van het beleid. Daar staat de academie voor klaar. Daar staat, denk ik, het veld inmiddels ook voor open en klaar. Maar degenen die het gaan inkopen, moeten daar ook in mee gaan denken. En ook mee verantwoordelijkheid in nemen. Want op het moment dat duidelijk wordt dat iets beter is, netto gezondheidseffecten of participatie of kwaliteit van leven oplevert en ook besparingen, op lange termijn soms ook, als dat kind gaat participeren en zijn eigen gezin gaat stichten, dan moeten we zeker die zorg gaan bieden. Aan de andere kant, als iets slechter blijkt te zijn en het ook nog duurder is, op korte of lange termijn, dan moeten we daar direct mee ophouden. Dat is evident. En het wordt pas uitdagend als je zegt van het is beter en ook nog een beetje duurder. Het kan best de moeite waard zijn dat iets wat nu iets beetje duurder is, dat het op termijn deels weer die verdiensten gaat terughalen. Maar dan is het ook een beetje de vraag, waar zit er dan dat terugverdienen? Dat kan later zijn in een ander domein. Wat willen we daarmee als maatschappij? Dat zijn enorme uitdagingen voor beleidsmakers, voor financiers van zorg en ook voor financiers van onderzoek. Maar in die kaders van effectiviteit aantonen dan van hoe dat moet en wat we met kosten en kosteneffectiviteit gaan doen, daar moeten we elkaar in zien te vinden. Dat moet een soort nieuw adagium worden, waarbinnen je als het ware die cirkel gaat doorlopen. Nou, daarmee heb ik denk ik mijn bijdrage geprobeerd te leveren. Zo'n mini-college aan het eind van waarom toch al het onderzoek. Ik denk dat het echt essentieel is om verder te komen. Dat je samen die vragen stelt die nodig zijn. Dat je straks weet over welke patiëntengroep of welke klantengroep hebben we het. Wat willen we daarvoor bereiken? Welk plan heb ik? Welke hypothese heb ik? Hoe kun ik aantonen dat dat inderdaad de moeite waard is? En dan kun je dit soort kaders gebruiken om verder te komen en aan te tonen dat het de moeite waard is. Dat was hem voor mij.